Gaat het goed? Paard onder controle? Filmen. Ja. Indy was blij, maar nu niet meer zo heel erg blij. Wat laat eens zien, wat heb jij? Wat heb jij? Laat eens zien. Irritant, hè? Ja, irritant. En dan zit het aan je tanden geplakt. Hoi allemaal! Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Het is vandaag zondag en het is best wel lekker weer. En we gaan vandaag allerlei leuke dingen doen. Ja. En we gaan starten met foto's maken, want we hebben hier aan de weg een hele mooie roze bloesemboom. En dan kunnen we natuurlijk niet voorbij laten gaan om even wat foto's te maken, net als vorig jaar. En verder, wat gaan we verder doen? Ja, wat video's opnemen. Ja, video's opnemen en we wouden misschien ons tuig even schoonmaken. Ja, dat is ook wat nodig. En ik wou Moesjoe even wassen. Revenge heeft wat jeukplekjes, wil ik even wassen. En ja, borstelen, uitmesten, alle standaard dingen. En ja, we gaan gewoon even zien. Dus kijk lekker met ons mee. En we beginnen natuurlijk in de ochtend met het ontbijt. Dus de paarden zijn hier lekker aan het eten. Revenge hiervoor. En wij gaan ons klaarmaken voor de fotoshoot. Ja. Bootje is al goed gefurminated. Zij krijgt al een mooi vachtje, Jay. Ja. Nou, Jay die doet het ook nog een beetje daar. De benen doen we het altijd heel zachtjes, maar ze vinden dat heel lekker of zo. Dat kriebelt een beetje. Oh ja, ik was met Indy bezig, maar ik heb ook de Furminator nodig, want met die andere waait het weg. En ja, dan is het zo vervelend met vegen. Dus nog even geduld tot Jay die klaar is. Nou, ik heb zojuist besloten om haar sokjes af te knippen, want ze heeft hier echt van die hele lange haren. En ja, ik vind het er niet zo netjes staan. Dus ik heb besloten om het af te knippen. Ik heb nu de achterbeentjes al gedaan. Nou, het ziet er direct al heel mooi en netjes uit. Dus nu nog even deze beentjes. Ondertussen zijn ze lekker aan het eten. En Joyce is een beetje met Moesjoe bezig. Moesjoe heeft ook echt nog een puppyvachtje. Ja. Echt zo fluffy. Maar er komt ook al heel veel haar vanaf. Ja. Vachten weten gewoon niet wat ze met het weer moeten. Wel heet, wel koud. Ja, dus ik ben heel benieuwd hoe het volgende week dan is. Omdat volgende week weer 10 graden kouder wordt. Nou, we zullen zien. En we zijn onderweg naar de kersenbloesem. En hij is daarvoor bij de buren. Dus we maken gebruik van de boom van de buren. Heb je er zin in? Het is lekker weer. Ja, klopt. Ponies van de buren. Ja. Oké. Okay. Kleine ponytje kreeg net een schok. Dus ze zijn een beetje wild. Een boze staart gaat ook al de lucht in. Kijk ze in ieder geval misschien wakker voor de foto. Dat wordt ook nog leuk. Soms heb je meer foto's met ogen dicht en ogen open. Ja. En hier hebben we die mooie kersenbloesem. En hier gaan we dus foto's maken. En dat doen we op de weg. En wat wel een beetje vervelend is, is dat dit precies de weg naar Giethoorn is. En dat is heel toeristisch, dus er komen heel veel mensen langs. Maar goed, dat maakt niet uit. Dan gaan we gewoon tussendoor aan de kant. En ja, we zien hoe het loopt. Nou, we hebben net gefotoshoot met Bo en Jady. Die is daar eventjes foto's aan het kijken of ze tevreden is. Want ja, we kunnen nu nog leuke foto's maken. Oh, er komen wat auto's aan. Even een leuke tip voor als je foto's gaat maken. En ja, je hebt niet... Ja, we hebben daar dan wat bloemen als achtergrond. Maar je wil iets anders. Je wil iets anders. Ga dan zeg maar een beetje zo achter deze bloemen zitten. Nou, je ziet nu het effect niet echt. Maar als je dan scherp stelt met een goede camera op het paard, dan wordt dit wordt zeg maar wazig. Dus dan kan je een beetje zo'n gloed creëren. Nou, we gaan nog even een paar foto's maken. Jay die wil graag nog met een kusje op het hoofd en zo. En dan zijn we zo klaar. Oké, we zijn lui. We laten hier het bakje met brokjes liggen. Jay die en Bo zijn klaar. En nou gaan we Indy even... Ja, schoonmaken nog verder en ga ik omkleden. Nou, inmiddels zijn we weer terug. En heeft Joyce zich omgekleed en heeft ze Indy gepakt. En nu ga ik even van haar foto's maken. Dus ik ga mijn uiterste best doen. Wat dat betreft kan Joyce betere foto's maken dan ik. Dat geef ik toe. Maar ik ga mijn best doen. Dus jullie zullen straks vast wat resultaten zien. En overigens daar, hierachter, daar is waar Joyce woont. En dit is dus de boom. Dus het is op zich best wel dichtbij.
Gaat het goed? Paard onder controle? Ik ga filmen. Ja. Ik dacht, ik voelde me net iemand die aan het skiën is. Horseboarding, maar dan op hard. Oeh, lekker. Nou, we zijn klaar. It's a wrap. Dat zeggen ze toch altijd? It's a wrap. It's a wrap. Dus, lekker verfritsen. Indy heeft goed gedaan. En het is inmiddels 1:30 of 2:00 of zo. Dus we beginnen zelf ook een beetje honger te krijgen. Dus we gaan even Indy niet op stal zetten, maar lekker buiten zetten. En dan gaan wij onszelf ook even eten geven. Ik ben heel benieuwd hoe de foto's zijn geworden. Dus we gaan zo meteen gaan we ze ook op de laptop zetten. En dan gaan we ze bekijken. Yeah. Joyce noemt jullie gewoon twee levende kanonskogels, jongens. Dat is toch niet aardig? Dit zijn overigens niet onze paarden. Het zijn de paarden van de boer. Dus die heeft ze hier lekker in het land staan. En die krijgen dus binnenkort. Maar binnenkort zal het wel heel even duren, krijgen ze veulentjes. En deze mini paardjes zijn ook niet van ons, Shetlandertjes. Die zijn van de buurman. Die hebben de weiland aan de voorkant van de boerderij, zeg maar. En wij hebben het achterste gedeelte. Weten jullie dat ook weer? Hoe gaan jullie mee? Wow. Ander paard, hè? Net heel zielig. Stonden ze hier ook ergens heel hard een schok. Ik zie ze paardjes weer liggen in de zon. Kijk of ik ze kan inzoomen. Oh, kijk, hier ligt Riefje. Oh, schrok je, lieverd. Sorry. Oh, kijk. Daar ligt Rachje en Bo. Lekker van de zon te genieten. Lekker eten. Die emmers liggen er ook echt fancy bij, zo op de grond. En ik ga... Heel klein beetje, hè? Ja, en ik ga eerst even Moesje nog even furminateren en dan ga ik hem even wassen. We hebben net de paarden gewassen, in ieder geval. Ik heb Moesje helemaal gewassen, of eerst gekamd, toen gevlochten en toen gewassen. En hij had toch nog wat luis en dat vermoed ik al. Dus die hebben we even met speciaal spul gewassen. Bo's sokken hebben we even gedaan, of jij Bo ook helemaal gewassen, toch? Nou, niet helemaal gewassen, alleen de sokken. Maar... Oh, alleen de sokken. Hou je deze bij je? Ja. En Bo heeft natuurlijk soms een beetje last van mok. Dus die heeft ze ook gewoon even lekker gewassen. Oh, en Moesje ligt al. Wil jij dit draadje dicht doen? En Rach heb ik ook gelijk eventjes het hoofd even een spons overheen gedaan. Want je hebt ook een beetje verstikte huid. Dus deze drie zijn lekker schoon. Even kijken. Schoon en gewassen. Nou, die staan te wachten. En Moesje is al een gepaneerd kroketje. Maar dat geeft niet. Oh ja, draadjes open hier natuurlijk. Ik vond echt dat hij super braaf was. Had ze dan niet voor zijn doen. Wat zei je? Indy nu niet weer dreigen? Nee, daar niet. Nou, dreigt ze maar. Jee, we gaan op de wei. En kijk eens wat een mooie vlechtjes die in heeft voor het eerst. En ik heb ze maandjes naar rechts gedaan. Schaapjes nog heerlijk genieten op de wei. Oh, dan heb ik de kap vergeten. Nee. Zometeen maar, we moeten nog water brengen. Jee. Gezellig. Nou, mogen ze ruim 2 uur op de wei staan met z'n drieën. En dan ga ik Rief even scheren. Ik ben aan het uitmesten. En JD die is... Kom, met slobber. Oh, met slobber aan het redden. Alles voor het eten. Jee. Oh, wat een rommel. Nou, je kan niet even 5 minuutjes weg bij de stal. Want iemand breekt hier gewoon door het draadje heen. Die mevrouw daar. En die heeft even de slobberzak veroverd. Nou waren we er net op tijd, denk ik. Want er ligt hier wel wat, maar de zak is nog aardig vol. Indy was blij, maar nu niet meer zo heel erg blij. Want laat eens zien, wat heb jij? Wat heb jij? Laat eens zien. Irritant, hè?
Ja, in die tand. Er zit het aan je tanden geplakt. Laat nog eens zien. Laat eens zien. Laat eens zien. Laat eens zien. Oké, ik zal je helpen. Dan moet je niet meer gaan uitbreken. Kan je nog zien? Oh, gatver! Jee, man. Oké. Verder. Oh, het is echt donker. Hey, Adam. Adam, hoi Adam. En Genie. Ja, kijk even de lucht. En dan hier is het weer blauw en schijnt de zon. En hier is het donker. Ik dacht dat er een regenboog komt. We hoorden net al een klein beetje. Mario vraagt of het blijft regenen. Nee toch? Ik weet het niet. Nou, dit was aan het einde van onze vlog. Vond je het een leuke video? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet even een reactie achter te laten. Wat willen we van ze weten? Ja, wat hebben jullie met deze hitte gedaan met je paard? Met dit mooie weer? Heb je gereden? 'S ochtends vroeg? Of heb je ook gewassen? Ja, dat is wel een goeie. En ben je nog niet geabonneerd? Vergeet dan zeker niet te abonneren. En dan zeggen wij tot de volgende keer. Doeg! Doeg! We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause. Oh, 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 and wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go.